Het jaar 2017. Het bracht ons veel goeds, veel slechts, een aantal toffe games, een heleboel teleurstellingen, maar ook veel tech. Hi, ik ben Tom van Gamersnet.nl en nadat ik zag dat mijn persoonlijke top 5 in games heel goed ontvangen werd, dacht ik, waarom doen we dat ook niet in tech? En nogmaals, dit is een persoonlijke top 5, dus ik weet dat er een heleboel andere toffe tech is uitgekomen, maar hetgene wat ik wil behandelen hier zijn mijn persoonlijke 5 dingen. Dus de dingen die ik in 2017 heb mogen reviewen en van ik dacht van, nou, dat is een leuk dingetje. Dus het is ook niet echt, weet je, het zijn verschillende dingen, ze kunnen niet echt met elkaar vergeleken worden. Nogmaals, neem het wel even met een korrel zout, want dit is gewoon mijn persoonlijke top 5 en dan ook echt alleen maar de dingen die ik heb mogen reviewen en die ik gaaf vond. Dus als je andere input hebt, sure, laat het weten hieronder. Ik discussieer graag mee over wat 2017 allemaal bracht in de Game Gear, maar dit is in ieder geval mijn persoonlijke top 5 als het aankomt op tech voor de gamers. Alright, om te beginnen op nummer 5, de Elgato Stream Deck. Een interessante binnenkomer, aangezien het ongekend niche-gericht is. Het is echt alleen maar geschikt voor de soort van veel eisende streamer en misschien een heel klein beetje content creator. Maar dat maakte dat ding voor mij wel ontzettend interessant, omdat hij doet iets zo specifieks, maar daarin doet hij het wel ontzettend goed. En dat is best wel raar, gezien het echt gewoon een simpel doosje is. Het is een doosje met knopjes en op die knopjes kun je allerlei dingen instellen. En dat klinkt ergens heel raar dat dat een soort van binnenkomer is als het gaat om goede tech, maar ik vind het een goede evolutie voor streamers en content creators in het algemeen dat er meer van dit soort gereedschap gemaakt wordt. Weliswaar, het ding kost nog steeds €150 en dat is een flinke duit. Maar ik denk dat Elgato hier wel een soort van nieuwe markt inspringt. En die markt zou hopelijk in 2018 ook nog verder uit kunnen groeien. Maar in ieder geval, ik heb het nu mogen testen en ik wil nu niet meer zonder tijdens streams. Ik vind het ontzettend handig om hem in streams gewoon te gebruiken van bap, hup, zo, reclametje instarten. Of hup, naar een volgende scène. Of hup, een of ander element van de stream wel of niet aanzetten. Zonder uit het scherm te hoeven switchen of moeilijk te hoeven doen met macro toetsen. Dat is fantastisch. Maar ook daarbuitenom is het gewoon fijn om gewoon, weet je wel, gamers net social media overal een knopje voor te hebben. Tak, 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 open ik zo. En andere macro toetsen en multimedia functies. En dat is ook wel een beetje waarom ik tech leuk vind, omdat je het een beetje kan tweaken en aan je eigen hand kan zetten. En de Elgato Stream Deck doet dat volop en dat ding wordt ook alleen nog maar beter. Als ik zo kijk naar Reddit en hoe Elgato, zeg maar, hun support probeert echt, weet je wel, interactief te houden met de mensen die zo'n ding hebben. Dat vind ik heel netjes. Dus daarom op nummer 5, mijn binnenkomer als het gaat om tech, de Elgato Stream Deck. Dan door naar nummer 4. Voor mij de Bentley onder de beeldschermen, al helemaal als het aankomt op de gamers. Het is de Samsung CHG70. En het specifieke model wat ik wat meer heb mogen testen, heeft een vele langere onbegrijpelijke naam. Maar dat maakt niet uit, want naar mijn idee was dat scherm gewoon echt een van de tofste dingen die ik tot dusver heb mogen reviewen. Het is echt, zoals ik al zei, een soort van Bentley. Er zit heel veel luxe in het ding. En ja, dat maakt hem wel ongekend prijzig. Maar dat maakt het ook weer dat ik denk van, als je dan toch voor een lijpscherm wil gaan, dan ga je daarvoor. Niet alleen omdat die looks heel erg strak zijn, niet alleen omdat hij een hoge framerate heeft, maar weet je, hij ondersteunt ook alvast HDR, want dat gaat echt nog wel een ding worden, dus daar ben ik blij mee om dat terug te zien in schermen. Maar ook, weet je, er zit een mooie curve in, hij is goed verstelbaar, ziet er heel slick uit. Als je het mij vraagt, is dat wel zo'n beetje het scherm voor de gamer. Als je er het geld voor hebt en je wil investeren in iets nieuws en iets groots en iets lekker breeds, dan denk ik dat die Samsung CHG70 daar wel je go-to, ja, een soort van luxe product is. Nou ja, goed. De Samsung CHG70 is mijn nummer 4 als het aankomt op tech uit 2017. Op nummer 3, een product waar ik eerst eigenlijk niet zozeer over te spreken was. Het is de Nvidia Shield TV en dan heel specifiek het model uit 2017. Want ja, we hebben een eerdere Nvidia Shield al een keer getest in Gamers Net Gear en nu stuurde Nvidia een nieuw model op met een verbeterde controller, een beter prijspunt en een kleiner kastje. En wat mij betreft is dat gewoon een heel mooi stukje tech waarmee de gamers een woonkamer uit kan breiden. Want ja, mocht je het niet weten, het is basically een soort van streamer, een caster voor de gamers. Dus niet alleen zit er Android op, draait hij een heleboel eigen games, YouTube, Netflix, you name it, Twitch natuurlijk ook. Maar nee, het is ook nog eens een keer een soort van Steam Link-achtig apparaat waarmee je al je PC-games gewoon door kan streamen naar de woonkamer. Nou ben ik niet zo'n heel groot fan van latency en dergelijke, maar het is wel mooi dat de opportunity er is om je PC, zeg maar, mee te nemen naar je woonkamer zonder daadwerkelijk met dat ding en alle zooi te lopen zeulen. En in heel veel games kan dat gewoon enorm goed. Tactische games of games die iets rustiger aangaan, Sims en dergelijke, kun je allemaal gewoon spelen in de woonkamer aan de hand van dat ding. En dan denk ik van, nou, dat doet Nvidia dan toch wel weer goed. Plus, er komen
komen steeds meer games die ook native op het ding draaien. En dat vind ik gewoon mooi om te zien dat, weet je wel, een oude Metal Gear Solid of een leuke indie, dat die er ook gewoon op past en dat je die gewoon native op dat ding kan spelen. Zo'n klein kastje en dan komt dan in één keer, weet je wel, Tomb Raider uit. Dat is best wel netjes gedaan en daar had ik gewoon zoiets van nou, dat is een mooie evolutie in de games. Vooral ook als je kijkt naar de controle die met het 2017 model over is gegaan van een enorm lelijk log ding naar ineens een soort van hele slikke geometrische patronencontrole die ik wel kon waarderen. Dus wat dat betreft, Nvidia Shield is enorm gegroeid over het verloop van 1 jaar. En daarom op 2017 mijn nummer 3 van beste tech. Op nummer 2. Wie kan er niet omheen? Als PC-gamer moet je nou eenmaal een fatsoenlijke muis hebben. En naar mijn idee zit je dan bij Razer heel vaak goed. De Razer Basilisk is mijn nummer 2 als het aankomt op tech uit 2017. En ik weet dat mensen daarover gaan struikelen, omdat het imago van Razer is nog altijd: oh, het is veel te duur en je betaalt veel te veel voor de barre kwaliteit die je krijgt. Inmiddels is dat echt anders. En dat idee had ik al met de Razer DeathAdder Elite, die voor 80 euro een fantastische muis is, die in allerlei games fantastisch werkt. Maar nu is ook de Razer Basilisker, die dezelfde optische sensor heeft, dezelfde DPI, hele fijne toetsen, en die gewoon voor 70 euro over de kop gaat. En dat vind ik zoiets van, wat? Hoe doen ze dat ineens? Waarom zijn ze ineens zo medium segment ingesprongen met toch zo'n soort van high-end product? Want ja, hij voelt heel lekker, hij muist fantastisch, er zit zelfs een DPI-clutch op die heel leuk is voor shooters en dergelijke. Het design is, en dat romantiseer ik nog wel eens een beetje soort van afgebogen, waardoor het iets meer voelt alsof je echt een trekker in je hand hebt van een pistool. En dan snap ik ook dat ze zeggen van dit is de muis voor de shooter-fanaat. En naar mijn idee werkt het heel goed, ik vind hem fantastisch in PUBG en andere shooters. Dus de Razer Basilisk, vooral omdat hij zo goedkoop is ingestoken en toch die prestaties levert, mijn nummer 2 van 2017. Dan op nummer 1, de ultieme tech van 2017. Als je het mij persoonlijk vraagt dan in ieder geval. Naar mijn idee is het de Nintendo Switch. Ik snap dat het ding een aantal kuren heeft en dat, weet je wel, het gedoe met het online gebeuren en het scherm kan krassen en dergelijk. Maar als het werkt is de Nintendo Switch een heel mooi apparaatje. Niet alleen de games die ze er op een of andere manier uit weten te pompen, maar ook gewoon het voelt lekker. De Joy-Cons zijn fijn en wel overwogen, ze klikken lekker, er zit fijne feedback en dergelijke in. HD Rumble features die eigenlijk te weinig gebruikt worden, maar goed. Maar ook het scherm van de Nintendo Switch. Naar mijn idee is het een heel erg wel overwogen apparaatje, wat in 2018 ongetwijfeld nog veel vetter games gaat krijgen. En ik denk als je het hebt over gamers en techfanaten en hoe fijn ze het vinden om iets in hun handen te hebben wat daadwerkelijk een beetje verwondering in je oproept, ik denk dat de Nintendo Switch precies dat doet. En weet je, die console die werd dit jaar onthuld, gelanceerd, heeft de wereld deels overgenomen. Ik vind dat heel netjes van Nintendo hoe ze terug zijn gekomen van de, nou ja, iets minder goed ontvangen Wii U. En de Nintendo Switch, ik weet niet, ik denk dat er een mooie toekomst voor dat ding in het verschiet ligt. En ik hoop stiekem ook wel dat ze met een Nintendo Switch Plus komen of een XL of iets wat iets groter en steviger is en misschien net iets meer poorten en weet ik veel wat andere kleine verbeteringen. Maar goed, voor 2017 een fantastisch begin voor Nintendo met de Nintendo Switch. Ik denk dat die console, nou ja, er zijn weinig gamers die dat ding niet, zeg maar, een soort van kinderlijke verwondering kunnen krijgen als ze dat ding voor het eerst in hun handen hebben. Dus wat dat betreft, mijn nummer 1 tech van 2017, het is de Nintendo Switch. Goed, daar heb je het. Mijn persoonlijke top 5 van beste game gear in 2017. Mind you, dit waren dus echte dingen die ik heb mogen testen, die ik in mijn handen heb gehad en waarvan ik denk, dit is het beste wat dit jaar te leveren had. Heb je zelf andere input, compleet andere, misschien wel een toetsenbord, een headset, het maakt me niet uit. Of heb je zoiets van, Tom, je was toch gek van dit ding, waarom zit dat er niet tussen? Discussieer gewoon lekker mee hier in de comments. Het staat open ter interpretatie. Dit was mijn persoonlijke top 5. Ik hoor graag wat jouw beste tech van het jaar was. Anyway, iedereen een vrolijk en gelukkig nieuwjaar toegewenst in ieder geval. Want het vuurwerk gaat hier al om me af en dergelijke. Het is op de valreep nog 2017. Maar ik hoop jullie graag weer terug te zien in 2018 met nieuwe tech, games en whatever we allemaal gaan beleven op gamersnet.nl. Ik was Tom. Ik hoop dat je genoten hebt van de video. Tot snel en doe voorzichtig met de jaarwisseling, want kan aardig gevaarlijk worden. Dus. En hou je dieren veilig en rustig. Tot snel.